Oh. Hallo allemaal. Dank jullie wel. Dank je wel voor de mooie inleiding, Jan. En ik ben, als het goed is, nu unmute. En anders moeten jullie maar heel erg gaan roepen via de chat. Ja, ik wou vandaag een aantal gedichten voordragen. En ook met jullie praten over poëzie. We zijn allemaal veteranen, heb ik al begrepen, van de Poetry on Impact. Dus stel je vragen. En ik wil eigenlijk beginnen met twee gedichten die nog niet gepubliceerd zijn. En het eerste betreft een vierdelige cyclus over iets waar, ja, ik denk in deze tijden van lockdown toch veel mensen wel een beetje bekend mee zijn. Namelijk dat je naar je relatie kijkt en je denkt van. Dus daarom deze cyclus. 1. Oh ja, het is een cyclus in vier delen. Dus dan kunt u even lekker achterover gaan zitten. Nog even het 8-uur-journaal op u in laten werken. Hier komt hij. 1. Kijk. Zo erg zijn relaties nou ook weer niet. Het is gewoon een kwestie van de spijt voor jezelf te houden. Maar steeds vaker wilde ik je lichaam toch nog over me heen trekken als een branddeken. Steeds vaker wilde ik de lente uit de lucht zuigen, zoals nicotine uit een vever. Maar al die tijd bleef jouw lijf een nee van vlees. En dan ben je op een gegeven moment wel uitvergaderd. 2. Iemand vertelde mij dat er achter deze wereld nog een wereld zit. Een wereld waarin het willen niet is verminderd. Een wereld waarin je nog wel graag thuiskomt. Een wereld waarin je ook uitziet naar wat jou achter de voordeur wacht. En die wereld is heel makkelijk te bereiken. Je hoeft er maar 3 dingen voor te doen. 1. Het gesprek beginnen met sorry, maar. 2. De inboedel verdelen. En 3. De gezamenlijke rekening opheffen. Dan kan je weer veilig terug naar vroeger. Maar ik wou helemaal niet terug naar vroeger. Ik wou terug naar het begin van ons. Toen wat je van mij vond, mij nog echt vermorselen kon. 3. Ik begon het gesprek met sorry, maar. En toen veranderde ik in een worm en verdween ik onder de grond. Mijn ex bleef boven de aarde achter. Liep op en neer te springen in zijn onderbroek, dat ik nou nooit eens normaal kon doen. Maar ik was een worm en kroop door diverse aardlagen. En op een zeker moment kwam ik ook een bijzonder sympathieke, lieve heerslarf tegen. En die larf zei: verdriet. Verdriet is ook maar een heel klein karakterinfarct. 4. Het was echt heel leuk om een worm te zijn. Een beetje rondwiebelen, een beetje sappelen, sabbelen aan de wortels van eigen landdieren. En er zou vast alweer een tijd aanbreken dat ik weer benen en armen en mijn lange wormenlijf zou laten aangroeien. En tegen die tijd zal ik ook niet meer de neiging hebben om zwaneneieren kapot te smijten tegen een betonnen muur. En er zou dan nog heel veel gedoe volgen over geld en appjes en verhuizingen. En tot die tijd was ik gewoon nog even lekker een worm. Zo kroop ik door. En zo wist ook ik te overwinteren. Nee, ik ben even in de mappen in mijn hoofd aan het kijken. Ik draag een oud gedicht aan jullie voor. Een van mijn lievelingsgedichten. Ik ga jullie wat vertellen. Vlak nadat mijn vader in het stof terugzonk, stond ik in zijn tuin. En heel langzaam spoelde zijn laatste gedachte weg over het pad dat hij jaren geleden nog met schelpen had ingelegd. En ik stond daar, ik wist me beschut, ik heb gebukt en ik plukte uit die resten van de zee een heel klein opaalblauw schelpje en ik nam het mee. Het was een stil fossiel, geribbeld zoals mijn vaders gehemelte was,
Het werd door een tongroze week die naar de vloedlijn gebracht om te kunnen belanden in de branding van mijn hand. En tegen mijn oor sluiten kalk en vlees tot een suizen, met daarin weer mijn vaders stem. En golven van geluiden veranderen dan in dit soort gedichten, tot die schelp op mijn schrijfpapier is leeggelopen en het worden dan gedichten opgezogen door jullie oren. Om te mogen ruisen in jullie hoofd. Dat waren mijn eerste twee gedichten. Ik ga even over naar jou, Jan, voor eventueel vragen. Daar ben je, hallo. Ja, daar ben ik. Er schieten me wel een paar vragen te binnen. In deze eerste gedichten laat je al duidelijk zien dat jouw belangstelling heel veel uitgaat naar de verhouding tot de ander. He, die doet het. Relatie die ophouden is natuurlijk een heel evidente relaas, zal ik maar zeggen, waarbij je je tot de ouder moet verhouden. In dit gedicht wat je nu net even las over waar je vader een rol in speelt, daar speelt het ook in. Is dat eigenlijk ook, dat is misschien wel een hele grote vraag meteen, is dat ook iets waar jij zelf altijd eigenlijk je poëtische onderwerpen naartoe beweegt, naar hoe je jezelf tot de ander verhoudt? Ja, en niet alleen de poëtische. Kijk, een gedicht is altijd, hoe ingewikkeld een gedicht ook kan lijken of hoe hermetisch, het is een middel van communicatie. Buiten de standaard manieren van communiceren, maar het is altijd bedoeld om iets tussen de regels, iets dat ook echt alleen maar tussen de regels door gezegd kan worden, over te brengen. En het wordt gedaan vanuit dat besef van eenzaamheid. Wanneer dat je door het hoe tekort de gangbare taal kan schieten om je uit te drukken. Dus ja, het is altijd een verhoudingsvraag. Maar het is niet alleen een verhoudingsvraag aan zich. Het is ook, heel veel mensen denken dat poëzie, dat de taalkunst in de poëzie, dat dat het ultieme doel is van poëzie. Maar ik zie poëzie ook meer als een middel om de wereld te begrijpen en ook om samen het over die wereld te kunnen hebben. Om dat een startschot te laten zijn om verder te kijken dan je neus lang is. Verder te denken dan de gemeenplaats je tot dusver toeliet te denken. Ja, dat vind ik wel heel mooi gezegd. Het is natuurlijk wel zo dat taal in de poëzie krijgt een zekere nadruk. Omdat je natuurlijk de taal de ruimte geeft, zal ik maar zeggen, om buiten de directe communicatie te treden. Communiceert, ook verhaal, er zit natuurlijk ook inhoud achter. Maar je brengt eigenlijk toch ook, dat doe jij zeker ook in jouw werk, een bepaalde dimensie aan de taal, laten we zeggen een soort luchtigheid, maar ook een meerduidigheid, waardoor je in die communicatieve boodschap toch meer ook de taal laat zingen en spreken. Ja, ik denk dat er wat dat betreft ook, wat ik interessante gedichten vind, ook binnen de Nederlandse poëzie, zijn er gedichten die dat allebei doen. Die zowel je denken verder tillen, maar die ook op zichzelf kunnen staan als een soort vuurwerkbom van klanken. Mm-hmm. Je ook gaat nadenken, kijk, als je met elkaar praat, dan verdwijnt soms ons besef van de fysieke werkelijkheid van de taal, van de plosieven die we maken, hoe de manier waarop onze stemmen klinken. En poëzie kan die juist weer benadrukken. Dat vind ik er heel leuk aan. Dat is inderdaad waar. Hey, misschien is het mooi om. Ik hield er net van jou trouwens. Die cyclus en het tweede gedicht wat je las. In ieder geval al meteen het woord karakterinfarct over. Verdriet als karakterinfarct. Die onthoud ik meteen. Dat is een mooi neologisme. Een mooie nieuwe constructie. Daar komen we vast op weer. Wil je doorgaan met het volgende blokje? Ja, ik ga het volgende blok doen. Oké, super. Dankjewel. Oké. En hier zit wat oud werk bij, maar dat heb ik gelukkig uit mijn hoofd. Ik durf nu ook echt niks anders op mijn computer aan te raken uit angst dat het compleet misgaat. Dus bij deze, ik wil graag een gedicht voordragen uit mijn eerste bundel. En dat gaat over mijn grootvader die ik nooit heb ontmoet. En het heet De grootvader die ik niet had. Mijn grootvader leidt me rond in zijn urn. Hij hangt mijn jas op. Naast ons familieportret en zijn geweer, terwijl ik over hem schrijf. Hoe zijn rug zich recht, zijn levervlekken lopen leeg.
Ik maak de tijd een platgeslagen vlieg op het pas gewassen raam. Mijn grootvader neemt me op schoot en hij vertelt over onze soort. Mensen met een hades in de aderen die alles schoon woedt. Terwijl het gat tussen zijn ogen zich vol met inkt zuigt en zich sluit. Mijn grootvader knikt. En hij gelooft niet dat er in mijn ballpointpunt ook een kogel zit. En dan terug over die leuke vraag. Dat poëzie gaat natuurlijk altijd over je verhouden tot de ander. Maar soms ook over het feit dat je helemaal de ander niet lijkt te kunnen bereiken. Daarvoor gaat dit gedicht. Hij zei, we moeten praten. En ik zei, dat is goed, wacht, ik pak uit mijn tas even mijn labello, want dat praat een stuk makkelijker. En ik glipte nog voor hij me kon tegenhouden in mijn tas. Kijk, van binnen was mijn tas enorm, groter dan de wereld. Ik paste er met gemak in, ik gleed langs bioscoopkaartjes, wimperkrultang, mijn nog te ondertekenen samenlevingscontract, tot ik eindelijk de bodem bereikte van mijn tas. Daar nam ik plaats. En heel af en toe graaide er van boven nog een wanhopige mannenhand naar mij. En die hand noemde ik dan God. En ik wou dit blokje afsluiten met een gedicht. Dat komt uit mijn laatste bundel, Hogere Natuurkunde. En het is een bundel, dat gaat eigenlijk over het Indisch verleden van mijn familie. En over de culturele verschillen tussen Nederlands-Indië en Nederland. En mijn Indische grootmoeder die kwam in een wereld terecht die heel anders was dan de wereld die ze kende. En zij heeft altijd tegen mij heel erg benadrukt hoe belangrijk het was. En het is heel lelijk. Jan had het net ook een beetje al in het voorwoord dat de wereld momenteel nog steeds op zijn kop staat. En racisme is een van de grote problemen van onze tijd. En mijn grootmoeder die wilde dat haar kinderen en kleinkinderen zo wit mogelijk waren. Dus je trouwde ook niet met iemand die donkerder was dan jij. Het ging echt om er zo wit, blank mogelijk uit te zien. Heel erg lelijk. En daar gaat dit gedicht over. Je huid heeft iets sinisters. Ga maar na. Al die crèmes die de zomer in wegzinken zonder een spoor achter te laten. Hoe de zon sproeten op je neus batikt en onder je ogen ongevraagd rimpels laat uitbreken. Mijn huid doet me denken aan de eerste keer. Zijn blote handen op mijn blote rug, hoe zijn vingertoppen wel inductieplaten leken. Hoe ze van elk van mijn poriën een mond maakten, happend naar meer, tot ook wij verweerden. Want ik hoorde mijn stam roepen naar mij. Ik trok weg van ons bed. Van al die beloften te vergeefs. En slechts gekleed in mijn vel liep ik naar de achtertuin. Ik hoorde hem achter mij nog roepen naar mij. Maar dapper stapte ik voort. Het zonlicht op mijn huid zette zich om in fikse vitamine D. En zo werd met iedere stap bij hem vandaan mijn geraamte sterker. Mijn tanden harder. Dit was blokje nummer 2. Jan, ben je daar? Waar is Jan Maken? Daar is Jan. Ja, ik ben er weer. Ja, ja, dat is heel goed. Het is natuurlijk heel verleidelijk ook om in je laatste bundel, hè, Hogere Natuurkunde, las je nu net tot slot van dit blokje stuk uit. Dat gaat over je grootmoeder. En in je debuut ging het over je grootvader. Maar je grootvader is geleidelijk aan meer uit beeld verdwenen in je werk. En heeft dat een reden? Is er geen enkele correlatie tussen die twee? Nou ja, het feit dat je het over je grootmoeder had, dat is evident. Hè? De bundel Hogere Natuurkunde laat precies zien waarom en wat ook. Dat we zeggen het grote drama wat er toch in schuil gaat, waar dat vandaan komt.
Maar die grootvader zit dan wel in je debuut. Nou, weet je wat dat is, Jan? Dat is eigenlijk een soort travestie. Want ik heb mijn grootvader nooit gekend. Hij overleed toen mijn moeder 16 was. En hij had net zoals mijn grootmoeder ook in een Japans interneringskamp gezeten. En ja, zijn lichaam en geest waren totaal aan flarden daarna. We verbaasden ons er nog steeds over dat hij 44 is geworden. Want op de foto's, die man was al veel eerder op. En toen ik mijn debuutbundel schreef, De Steen Vrees Mij, wilde ik het al over die Indische achtergrond hebben. Alleen, mijn Indische grootmoeder leefde nog. En zij was kraakhelder van geest. En zij hield alles nauwlettend in de gaten wat ik in de pers over familie zei. En wat ik in mijn gedichten voor uitingen deed over onze geschiedenis. Dus ik kon het niet over haar hebben. Terwijl zij is een beetje de Joan Collins van mijn geschiedenis. Mm-hmm. En ik dacht van, ja, hoe gaan we dat nou oplossen? Ik zei, weet je wat, ik stop gewoon mijn grootvader in, dat is eigenlijk mijn grootmoeder. En dan is het gewoon een beetje sleutelfiguur. En dat vond mijn grootmoeder fantastisch. Ze had geen idee dat ik haar focaliseerde via haar overleden echtgenoot. En een paar jaar later ging ze dood. En toen kon ik helemaal losgaan eigenlijk. Maar ik heb eigenlijk dus geen opa in mijn gedicht. Het is eigenlijk of het is mijn grootmoeder in travestie. Jouw grootmoeder las jouw gedichten ook, dus die zei net al dit gedicht ook, maar ook al het verdere werk tot ze dood ging. Ja. Ja, ze vond mijn gedichten heel stom en heel slecht. zij had in India heel veel poëzieles gehad, maar dat waren dan plechtstatige gedichten, hè? Adriaan Roland Holst en zo. Dat Nederlandse gedichten natuurlijk. Jongen, dat vond ik echt een shit. En ze was heel verbolgen dat mijn gedichten niet eens rijmden. Ja. Ja. Als je daarin opgroeit, hè, dan is het soms niet makkelijk om te ontdekken dat het ook anders kan. Dat is heel zwaar. Ja, dat snap ik. Ja. Ja. Misschien toch goed om even door te gaan met het volgende stukje. Ja, zeker. Oké. Hallo allemaal. Ik heb wat tijd over, merk ik, want het gedicht wat ik dus net wilde voorlezen, waardoor mijn hele computer knock-out ging, was behoorlijk lang. Dus ik ga een kleine mix maken. Ik ben begonnen met gedichten voordragen in de Poetry Slam scene. En Poetry Slam is poëzie voordragen in competitief verband. En in de tijd dat ik meedeed, was ik vaak de enige vrouw die op het podium stond. En op een gegeven moment heb ik daar een gedicht over geschreven. Dat ga ik nu lekker met jullie delen. En de grap is, dit gedicht is niet te publiceren, los van de kwaliteit. Dat heeft met een paar dingen te maken die je alleen op het podium kan doen. En zullen jullie nu zien. Het gedicht heet Mannen. En het gaat alleen over de vervelende mannen die ik in die tijd tegenkom. Dus wees niet bang, mannelijke luisteraar en Jan Baken. Het gaat niet over jullie. Mannen. Mannen zijn fantastisch. Je kan ze zindelijk maken. En als je er echt genoeg van hebt, zijn ze ook nog eens biologisch afbreekbaar. Maar soms moeten mannen ook gewoon echt even weg. Want je weet het weer. Als je tegen ze praat, zijn het niet jouw woorden die hen raken. Ze kijken naar je alsof hun trommelvliezen al lang in trampolines zijn veranderd. En je wilt ze zoveel duidelijk maken, maar het enige dat je overbrengt is... Ja, mannen zijn fantastisch. En soms mogen ze ook echt even weg. En ik hoop dat jullie er nog zijn. En het laatste gedicht uit dit blokje is een van mijn persoonlijke lievelingsgedichten. Het komt uit mijn debuut. Ik heb 8 jaar aan dit gedicht gewerkt. Het telt ook 8 regels. En Ik had het slotdeel, ik wist op wat voor toon het moest eindigen, maar ik wist gewoon niet hoe ik het moest afschrijven. En op een gegeven moment, was een warme zomerdag, toen werkte ik, ik woonde in Utrecht, toen ik werkte op mijn kleine zolderkamertje aan dit gedicht. En een vriendin appte van, ja, luister, we moeten nu de zon in, dat is goed voor je. En terwijl ik gewoon mijn spullen bij elkaar pakte, zag ik opeens
viel het gedicht als het ware in elkaar, als een puzzel. Dus heb ik 8 jaar aan gewerkt. En het is heel kort, komt-ie. Het heet Bij de Rand. Maar hij wilde het zo graag. Dus ik kuste hem. En de zee klotste op de rand van zijn enkels. De zee spon kant. Het soort waarvan je vitrage maakt. En hij liet zich zakken in het water. Luchtkralen snoerden zich aaneen. En ook de zon ging heel langzaam onder. En ik bleef. Nog heel lang bij de rand. Tot mijn rug begon te jeuken. Ik dacht, ah, nu komen vast mijn vleugels door. Tada. Jan, waar best u bleven? Milangt na die gezellige. Ja, ja, ik wilde toch even een mooie stilte laten vallen, hoor. Heerlijk. Een soort echo van de stilte die jij in het gedicht over de mannen liet vallen. En er was ook inderdaad Judith van Praag, die stuurde in de Q&A de opmerking, wel publiceren dat gedicht. Die stilte moet gewoon white space worden. En dat zou natuurlijk kunnen. Hè? Of zou je denken dat de mensen dan niet snappen dat daar eigenlijk van alles gebeurt, waar je wel naar zou kunnen kijken als er beeld bij was, maar helaas niet kunt lezen, omdat er geen woorden voor zijn of letters voor zijn. Ik denk, het is een hele slimme oplossing om het inderdaad gewoon witte ruimte te gebruiken, of om die stilte te illustreren. Ja. Maar ik merk gewoon altijd hoe mensen schrikken als je vertelt dat ze niet luisteren en dat je vervolgens live begint te mute op het podium. En ik sprak ooit met de Amerikaanse dichter Bob Holman. En die zei dat elk voorgedragen gedicht eigenlijk een cadeau is van het moment. Omdat elk moment waarop we leven in zekere zin uniek is. Jij hebt je bui, ik heb mijn bui. We hebben de social-economische historische omstandigheden die er ook voor zorgen dat we al dan niet ontvankelijk zijn voor bepaalde vormen van taal. En daarom heb ik ook bepaalde gedichten die ik gewoon niet aan papier toe zal vertrouwen. En die dan ook met mij zullen sterven. Dat vind ik ook wel een romantisch idee. Heeft ook iets moois, hè? Ja, ja. Ik ben eenzaam in die kist straks, Jan. Dan heb ik tenminste ook een paar verweesde gedichtjes met mij. Ja, en mensen herinneren ze zich misschien, hè? En dus die dragen dat dan weer verder. Dat is natuurlijk ook belangrijk, hè? Dat mensen je gehoord hebben en daarmee jouw voortbestaan verzekeren. Door het ze te herinneren, wellicht. Ja, nou, dat herinneren maakt me eigenlijk niet zoveel uit. Nee. Ik bedoel, over 2 miljoen jaar is de zon toch 2 miljard jaar is de zon ontploft, dus de aarde weg en no way dat wij in de ruimte zitten. Misschien zijn er ver daarvoor al geen mensen meer, maar hele andere wezens of alleen nog maar planten. Dat lijkt me geen slecht plan. Het is wel jammer van de poëzie, al moet je denk ik bomen niet onderschatten. Die kunnen misschien best wel nog wat begrijpen. Ongetwijfeld, die communiceren heel goed met elkaar volgens mij. Ja. Er was nog een ander gedicht, dat ging nog even terug van Ellie over jouw grootvader. Yeah. Ze zegt ook, mooi hoe je de tijd trotseert in het gedicht. Dat je je weigert om neer te leggen bij de overheersing van deze huidige tijd. Is dat iets wat je vaker in jouw gedichten gebeurt? Dat je als het ware niet neerlegt bij de overheersing van de tijd. En een vorm van trotsering van die tijdgebonden aanwezigheid zoekt? Bedoel je daarmee dan tijdelijkheid, dus vergankelijkheid? Of ik denk, ja. De historische tijd, waar ons we ons nu in bevinden. Nou, de vraag komt van Ellie, dus ik kan niet precies zien welke tijd zij bedoelt. Maar ik denk, nou ja, beide misschien wel toch. Nou ja, weet je, om het met Kampoor te zeggen, uiteindelijk wint de dood. Maar tot die tijd kunnen we nog heel vaak onze mond opentrekken. En elke keer wanneer we dat doen, is dat een verzet. Dus dat klopt. En als je kijkt, kijk, jij had het daar in je inleiding ook terecht over. We leven in een hele rare tijd. En niet eens vanwege die pandemie. Maar vanwege de tijd dat taal aan het uithollen is, heb ik het idee. Als je kijkt naar het politieke debat, het gaat veel meer om toon dan om inhoud. Dat is natuurlijk al jaren zo. Ja. Maar je hebt iemand. Mensen lijken ook niet eens meer te luisteren of misschien zijn zo afgestompt dat ze
dat ze niet eens meer waarde aan taal lijken toe te kennen. Bijvoorbeeld Mark Rutte, die 2 weken geleden nog in de overleggen over corona grapte. Ja, we kunnen nu wel streng zijn, want ze kunnen ons toch niet meer wegsturen. Volgende dag 2 extra zetels erbij voor de VVD. Terwijl je denkt van wat? En ik denk dat wie poëzie leest en wie op die manier intenser met taal bezig is, een scherper luisteraar wordt. En zich ook minder makkelijk laat in de luren laat leggen voor de bedwelmende kant van taal. Want dat is er natuurlijk ook, hè? Ik bedoel ook, en die bedwelmende kant komt natuurlijk ook van de manier waarop je iets vertelt. Ja, kijk bijvoorbeeld, kijk naar Mark Rutte, dat is een fantastisch retoricus. Ook door hoe hij die stem inzet en zo. Je gelooft bijna alles wat iemand zegt. En hierop mogen we allemaal wel wat alert zijn. Ja, dat snap ik. Is het dan ook zo dat jij dit wetende en zien hoe zeg maar de taal als het ware bijna devalueert, zou je kunnen zeggen, dat je je poëzie ook een kant op beweegt waarbij je dat pregnanter maakt, waardoor je er meer een weg zoekt om dat min of meer aan de kaak te stellen of daar goede voorbeelden tegenover te plaatsen als een soort van tegenwicht? Nou, weet je, ik worstel daarmee. Ik worstel sowieso met corona. Kijk, het is altijd zo als er opeens ik heb literatuurwetenschap gestudeerd en toen ben ik afgestudeerd op 9/11. En het eerste wat mensen zeiden toen 9/11 plaatsvond, zeiden ze van, oh god, we hopen dat niemand erover gaat schrijven. Omdat het actueel is en daarom op aandacht kan rekenen en daarom, weet je wel, geld zal opleveren en zo. Bij corona is iedereen meteen gaan schrijven. Dat heeft op coronagedicht.nl af en toe een aardig gedicht opgeleverd. Zo slecht was dat niet. Maar ik ben zelf een beetje in de betekeniscrisis geraakt. Want heel veel dingen, los van de taal, er zijn heel veel woorden die nu extreem beladen zijn. Medische termen, maar ook dingen die ik in mijn eigen gedicht altijd best wel centraal heb gesteld. Namelijk fysicaliteit. Elkaar kunnen aanraken, in elkaars adem kunnen leven. En daar ben ik nu nog niet over uitgedacht. Wat je ook ziet in deze tijden is dat er een aantal... Het is haast sprookjesachtig. Het is haast, als je kijkt naar hagiografieën... We zitten in de tijd van Sint Barbara, allemaal opgesloten in de grote toren van vadertje Rutte. En we zitten een oordeel af te wachten. Dus het is heel... Het zet alle ik weet niet of jij dicht ook, Jan. Het zet betekenissystemen op zijn kop. En ik merk gewoon dat als ik gedichten lees die ik voor corona heb geschreven, ik denk ja, alles is anders. Ik had dit over hogere natuurkunde en ergens heb ik het daarover dat ik wandel over een markt in Azië waar ze gedroogde vleermuizen verkopen. Ja, tegenwoordig. Maar mijn hele denken is op zijn kop gezet. Ik denk wel dat je ziet dat ik ben de gedichten die ik nu maak, zijn activistischer van aard. Ook omdat, omdat mensen wakker geschud moeten worden. Mm-hmm. Ja, heb je het gevoel ook, ik heb dat zelf ook al een beetje, maar goed, ik wil mezelf nu niet naar voren halen, maar dat inderdaad door corona bepaalde dingen waar je misschien gewoontegetrouw of uit plotseling inspiratie over zou schrijven, je ineens minder relevant voorkomen. Dat je denkt, dit wat ik nu, waar ik nu mee bezig ben, dat zou ik niet meer moeten schrijven. Ik zou eigenlijk iets anders moeten doen. Nou ja, weet je, het vreemde is dit. Ik heb een bundel gemaakt over opwarming van de aarde. Jaren geleden, blanke gaven. Toen ik in 2012 een artikel van Frank Ankerschmidt, die filosoof was, over hoe we allemaal naar de kloten gaan. En ik dacht, oh my god. Ik was verder bezig met gedichten daarover. Maar toen kwam corona. En opeens zie je het morele failliet waar we met z'n allen in zijn beland. En dat vond ik veel interessanter om uit te werken. Maar... Ja, het is nu nog... Kijk, weet je, we zitten nu nog haast in een soort tussentijd. Je kan pas echt iets over corona schrijven als het in het verleden ligt. En als ik kijk naar de verontrustende berichten die ons nu vanuit verschillende epidemiologische centra komen, dat we nog wel even met corona zitten en dat er ook een kans bestaat dat bepaalde vaccins niet goed werken. Mm-hmm. Tegen de mutatie, et cetera, et cetera.
Er is binnen de literatuurwetenschap een theorie dat je pas echt over een historische gebeurtenis kan schrijven als die minstens 30 jaar geleden is. Dat zie je ook met de grote romans, hè? Oorlog en Vrede is 30 jaar na de Napoleontische invasie in Rusland. Slaughterhouse 5, een van mijn favoriete Tweede Wereldoorlog boeken, is in de jaren 60 verscheen. Dus ik denk dat het ook nog wel even zal duren en terecht. Het moet bezinken. Ja, nee, dat is zeker waar. We hebben nog een vraag van Judith, ook over hogere natuurkunde. Maar ik weet niet, als jij nu nog een stukje hogere natuurkunde gaat doen ter afsluiting, dan kunnen we de vraag ook daarna stellen. Of, ik kan een stukje hogere natuurkunde doen ter afsluiting, als je dat wil. Ja, zullen we dat doen? Ja, natuurlijk. Oké, jongens, hier komt een stukje hogere natuurkunde. Heel goed. Voelt als een soort thuiscollege. Ik ga jullie nu een natuurkundecollege geven. Doe dat maar. Op een avond greep je naar je borst en was de grote kramp begonnen. De dokter zou komen en je riep dat je moest blijven ademhalen, omdat ze anders hadden gewonnen. En de dokter gaf je pilletjes, roze, ovaal en heel fijn, alsof het bloemblaadjes waren, die je aderen zou versterken, die jouw aderen langzamerhand in tralies veranderden, die een geest gevangen hielden, die er probeerde uit te breken. We vonden je naast het bed. Je lichaam was al afgekoeld. En tijdens het uitruimen van je huis kwamen we die kleine pilletjes weer tegen. Honderden lagen er op je boudoir. En zo gerangschikt dat het leek alsof er kleine krantjes waren gelegd tussen de foto's van je familieleden in. Kransjes roze als de allerfijnste kersenbloesem. Mooi. Die vraag ging over van Judith. Die wil hem geloof ik volgens mij wel live stellen. Ze zei nog wel, hij gaat niet over hogere natuurkunde. Maar ik maakte die link omdat de bundel hogere natuurkunde natuurlijk over jouw grootmoeder gaat. En ook over het feit dat zij jouw verhalen vertelde. En niet aan anderen. Maar misschien wil Judith er zelf nu inkomen met de vraag. Dag Ellen, dag Hallo Jan. Hallo Judith, hoi. Hoi, vanuit Seattle. Hey. Ik las ergens dat je dacht dat je oma jou misschien het minste mocht en je daarom die gruwelijke verhalen vertelde. Was het misschien niet zo dat ze in jou de gevoeligheid erkende en daarom vertelde, zorgde dat haar verhaal verder zou worden doorgegeven? Oh, wat een mooie vraag. Ja, ik kan helaas niet meer in haar hart kijken. Misschien. Maar weet je, ze heeft mij heel veel verteld, nog voor ze er enig idee van had dat ik zou gaan schrijven. Dus ik denk, het is een soort ongevraagde intimiteit geweest tussen mij en haar. Ik denk dat het vooral het verhaal moest eruit. En ik was als kind een soort kat. Ik ging gewoon bij de mensen zitten die mij het liefst niet op schoot wilden hebben. En de mensen die dat wilden en mij, daar wilde ik dan niet bij op schoot. Dus ik denk dat het eerder zo is gekomen. Dankjewel voor je antwoord. Ik vroeg me af of je in de tijd dat dat gepubliceerd werd, of je dat toen dacht en of je gedachte daarover veranderd was in de loop der tijd. Juist omdat je erover bent gaan schrijven. Ja, ja. Het zou kunnen dat mijn oma het altijd heeft aangevoeld. Dat weet je natuurlijk niet. Ik weet wel dat mijn familie blij is met het portret dat ik heb geschetst. Ze zeiden wel van, ja, je bent nog best wel mild geweest. Mijn oma was echt een soort van legertank. Maar we zullen het zien. Als er een hiernamaal staat, dan ben ik benieuwd hoe ze me staat op te wachten straks. Over hopelijk hele lange tijd. Oh, die opmerking over je oma en haar manier van doen. Ik weet niet of ik dit mag vragen, Jan. Maar dit leidt eigenlijk tot de vraag van Niek de Vries over het hard zijn of juist op een andere manier omgaan met gevoelige onderwerpen.
die met echte mensen te maken hebben. Nee, maar je hebt hem gesteld, Judith, dat is prima. Het was inderdaad die vraag van Niek en dat mooi moment om daaraan toe te komen. Judith verwoordt het al heel goed. Niek noemde ook nog het begrip verbinding, omdat hij dat heel erg terugvond bij zijn moeder en bij zijn vader, juist die harde tegen de maatschappij, tegen het onrecht, tegen alles wat er niet zint, activistisch te weergaan. Ellen? Bij mij is het altijd het harde geweest. Ik heb vaak ook wel het verwijt gehad van redacteuren dat de tederheid wel echt ver te zoeken was. Dat harde komt deels voort uit verontwaardiging. Ik heb het idee dat wij in het algemeen met elkaar praten en dokjes eromheen winden, terwijl daaronder ontzettend veel lelijks plaatsvindt. We verzachten waar we juist zouden moeten aankaarten, op allerlei vlakken, niet alleen politiek, maar ook interpersoonlijk in verantwoorden hoe we met onze kinderen omgaan, wat voor een onderwijs en toekomstkansen we onze jongeren bieden. En ik geloof dat zachte heelmeesters echt stinkende wonden maken. Dus ik zou altijd voor het hart gaan. Ja. Oké, maar dat sluit niet uit dat datgene wat je schrijft de verbinding wel mogelijk maakt. Omdat je via de taal kunt verbinden met de gedachte van jou, die ook veel universele kanten in zich dragen, waar iedereen denk ik ook wel iets van zijn eigen gedachte in uitgedrukt ziet. Nou ja, ja. En dat is dan een indirect effect. Ja, denk ik ook. Maar het is altijd wel gericht inderdaad op contact met de anderen. Ja. Ik zie nog één vraag van Vicky voorbij komen. Die zegt, ik vind de tegenstelling tussen verbinding en activisme zo opvallend. Is verbinding blijven zoeken eigenlijk niet een hele activistische daad? Juist in tijden van polarisatie. Ja, je kan verbinding en activisme ook niet uitsluiten, want je hebt het nodig. Je hebt elkaar nodig. En je hebt het ook nodig om je doelstellingen als je activist bent, namelijk anderen te overtuigen, natuurlijk te bewerkstelligen. Maar ja, sowieso zijn er in dit tijdsvlak gewoon best wel veel dingen die ogenschijnlijk tegenstellingen zijn, maar elkaar natuurlijk niet noodzakelijk uitsluiten. Je kan hard zijn en wreed zijn, juist om een verbetering te bewerkstelligen in het denken van mensen, juist door ze op die manier wakker te schudden. Ja, nee, zeker. En kijk, je hoort mensen nu ook stellen dat we in een tijd leven waarin je niks meer mag zeggen. Dat is natuurlijk flauwekul. Je mag niet meer zeggen wat je uitkomt zonder rekening te houden met iemand anders. Dat is iets heel anders. En dat is dus een van de talloze tegenstellingen, ogenschijnlijk, die we in deze tijd hebben. En aan de dichters om het aan te kaarten, denk ik. Ja, dat denk ik ook. Volgens mij, Ellen, we gaan het afronden. De tijd zit er een beetje op. Dus ik denk dat we het hier even bij moeten laten. Ik wil je in ieder geval in de eerste plaats heel erg danken als dichter van deze avond. Ook dat je de tegenwoordigheid van geest had toen de hele computer uitviel om de boel gewoon weer op te starten en alsnog de uitzending in te komen. Ik ben een jaar kwijt van mijn leven hierdoor. Dat was stress. Maar goed, sorry daarvoor. Nou ja, dan doe iets om die stress er weer uit te krijgen. Maar, want het is toch, uiteindelijk is het natuurlijk een prachtige avond geworden. En die kleine pauze heeft de mensen de gelegenheid gegeven om in ieder geval over de cyclus op het beëindigen van een relatie na te denken. Dus wie weet heeft dat mensen de tijd gegeven om te kijken of daar iets voor hunzelf in zat. Nogmaals, bedankt. Ik kan helaas niet zeggen nu morgen allemaal weer inschakelen, want dan hebben we de volgende aflevering. Het zit er nu op. We gaan vast en zeker nog meer van dit soort avonden proberen. We gaan natuurlijk, zoals Ines in het begin al zei, in juni een festival houden. Dat is wat we heel erg willen, heel graag willen. En Ellen, daar ben jij als het goed is gewoon weer bij. Want we hadden vorig jaar jou al op het festival willen hebben. Dat hebben we helaas moeten cancelen door de corona. Maar die uitnodiging staat nog altijd. En hopelijk dat jij erbij kunt zijn.
Dan kunt u allemaal, luisteraars en kijkers van vanavond, Ellen, ook weer in de context van Poetry International zien. Dat zou heel erg fijn zijn. Ik hoop dat u ook dan aanwezig zult zijn. Nou, rest mij niets anders meer dan iedereen een fijne avond te wensen. En hopelijk hebt u de gelegenheid te baat kunnen nemen deze poëzieweek om het poëziegeschenk te lezen. Dat heeft u vast in huis, omdat u meer dan €12,50 aan prachtige bundels hebt gekocht. Zo niet, dan moet u toch bij uw lokale boekhandel, nu kunt u daar weer gaan afhalen volgende week. Moet u toch vragen, ik heb het nog niet, maar ik wil het dolgraag, kan ik het poëziegeschenk toch bekomen. We hebben nog een podcast gemaakt, Poetry International, waarin twee van de dichters van deze serie, Maud van Houwaard en Rodaan Algelidi, in gesprek met elkaar zijn over het schrijven van het poëziegeschenk. En ook dat is een mooie podcast om iets meer te kijken naar of weten te komen over hoe werkt dat nou, poëzie maken? Wat beweegt de dichters? Hoe komen ze tot elkaar? Want dat is natuurlijk in het poëziegeschenk van Maud en Rodaan. Nou, dat nog tot besluit. Dit was mijn dagsluiting. Ik wens u allemaal nog een fijne avond en hopelijk tot een volgende keer, online, offline, wherever. Dank u wel.